Dimitri Dazeler, ja, jullie hebben ervoor gevochten vanavond, hè, en gewonnen, 2-1. Ja, ja, we wisten dat het beter moest. De laatste drie wedstrijden waren ietsje minder van ons, minder kwaliteit. En dan een verloren match op Westerlo. Dus ja, dan komt stilletjes aan de match van de laatste kans, was het zo vanavond, voor mee te blijven spelen. Of, ja, of je moet al iets onwaarschijnlijks gaan doen. Maar laat ons zeggen, deze was een heel belangrijk resultaat. En eerst zelfs was ik heel tevreden van ons spel, agressief. Maar dan kom je 2-0 voor en is het altijd zo wat wieken en wegen. Hebben we eigenlijk nog wel voldoende counters gehad om een derde goalje te prikken. Maar Malierse verdedigde uiteraard goed, tweede helft. En ja, dan krijg je helemaal op het laatste wel wat druk. Zonder echt open kansen weg te geven, maar zowel in die rommelige fases. En ja, dan komt er eentje binnen. Wordt het nog wel even spannend een paar minuten, maar uiteindelijk... het was toch weer het OHL wat we liever zien dan de vorige weken. Met een tevreden gevoel de winterstop in nu? Ja, we hadden graag... Oké, Westerlo was nu geen goede match, maar 4 punten meer. Dat is realistisch, dat hadden we moeten hebben. Nu is het niet zo, maar die laatste match... Ja, hoe snel het kan veranderen. Je komt ineens weer op 3 punten, alles ligt open. Het is een heel rare competitie en gelukkig voor ons dat het nu zo draait. Na de winterstop staat er meteen weer een nieuwe wedstrijd, een finale op het spel, op cirkelen. Dus we weten waarvoor we moeten werken, maar dit geeft toch hoop. En de jongens die heel bepalend zijn voor ons waren vandaag ook in een hele goede dag. Met enkele heel mooie acties, dus ja, dat zien we graag. Nu even het voetbal aan de kant schuiven. Ja, we hebben nog 2 testdagen, hè, waar we een beetje onze fysieke paraatheid gaan zien voor wat extra buiten werken. Maar het zal deugd doen dat we echt de trainingen pas hervatten binnen een weekje of 10 dagen ongeveer. Het komt altijd als geroepen, want het is toch een lange periode geweest. Allee, ik zelf ben van 10 juni bezig met Antwerpen, dus ik denk dat het langste is wat ik al een stuk gevoetbald heb zonder vakantie. Maar daar doen we het voor. Ja. Als je de eerste periode net niet haalt en de tweede op 3 punten van de leider kan afsluiten, dan spreken we al bij al over een goede start. Misschien nog iets beter kunnen zijn.